Welkom in deze nieuwe video van Polestar. Mama. Ja, zeg. En lukt het goed voor de vissen? Nee. Of moet ik een hengel gaan halen? Praat gewoon nog vissen. Mm. Is dat gemakkelijk met zo'n stok? Die stok is niks. Het is alleen dat door een maar niet van dat praten. Mm. Dat is gewoon frustrerend. Dus hier dat binnenkort een nieuw spel vissen? Ja, met een stok. Ja. Die het geeft, heeft trouwens nog een paar dingen geplant. Mijn bloem dus, dat heeft het eigenlijk geplant. Dat heb ik heel goed gedaan. Het is geen zonnebloem, het is wel familie van de zonnebloem. Daar weet ik niet precies van buiten, maar die gekocht, dat weet jullie wel in de winkel daar. En hij heeft ooit nog groen eentje gedaan, dus ik wist perfect dat het moest geplant worden. En dit is mijn ander plantje. Geplant had, maar ik zie dat het al niet meer zo goed. Maar ik denk wel dat ook gaat komen. En het zou de normale wortelen moeten zijn. Dus ik hoop inderdaad dat het de wortelen zijn. Dan zien we dat wel. En het is prachtig weer, mensen. Het is eindelijk zo'n blauwe lucht. Dus we willen de mensen nog mee. Want het weekend trouwens 23 graden worden. Dat is eigenlijk wel goed voor de open deurdagen die er aankomen. Dus ik hoop dat het waar is. En natuurlijk, maar ja, je weet natuurlijk nooit. Dus we zien wel dat het weekend wordt. Hallo, dit is Manita van Bolstar. Ik ben terug van het rusthuis en zie je wijs nu op school. Ondertussen terug thuis. Het was super leuk op school om te werken. Veel dingen gedaan. Dus dat was super leuk natuurlijk. Hè. En nu ben ik eten aan het maken. Dat ik zo snel mogelijk kan eten, want ja, ik heb grote honger natuurlijk. Dat is logisch. Dus daar ga ik nu van genieten van mijn menu en dan straks nog naar de winkel. Ik ben klaar, dan ga ik even opeten. Dan is ook aan het eten. Smakelijk iedere poster die ik had gekregen bij Sanda Boeka, dat hangt helemaal op. Echt al heel mooi eigenlijk. Hè. Zo'n groot was het eerst in het klein. En in het groot is die toch wel schoner eigenlijk. Hè. Prachtig. Een blij dat er hangt. Ja. Schoon gedaan. Het is nog altijd goed weer. We gaan nu even boodschappen doen. Ik ben blij dat mama even mee is. Ja. Het is lang geleden dat we nog een gezin in de vlog. Hè. Heb jij je eigen vlog, dat wist ik niet. Ja, we zullen dat wel zien straks, hè, als ik het op de computer ga zetten. Maar kijk, het is zo mooi weer. Hè. Er zijn wel wolkjes aan de lucht, maar dat is het minste van mijn zorgen. Van die mannetjes, zo, ik weet niet zo, maar speciaal eigenlijk. Nu staat hier ook zo dat mannetje ziet. En daarop staan ze ook al. Wel speciaal. Het was dat ook eens in de zien. Ze gaan sturen. En dan zien jullie dat binnenkort. Dus ik hoop dat je het toe krijgt natuurlijk in Nederland. Maar ik heb mijn best gedaan, want het zit hierbij. En ook voor Miranda haar stickers. Dus. Zie je het? En nu gaan we naar zoek achter mama. Want mama die ging aan de kruis wat al. Waar ik ook binnen moet zijn. Dus en dan gaan we dan eens naartoe kijken. De ene winkel is weg. We zien. Het is verdwenen. Het contact was gedaan. Dus dan gaan we eens kijken hoe we ze kunnen vinden. Op vandaag mijn korte broek, want het is mooi weer buiten natuurlijk. En dan ook eens in zijn korte broek zodat ik kan zien. En die jas zat bij mijn regenjas, dus heb ik gewoon eruit gehaald. En dan heb ik gewoon een nieuwe jas. Hier is het minder druk dat ik heb gezien. Het is bijna geen kat. Maar als je langs de Bart Smit wil gaan en langs de andere kant, dan heb je het wel kei druk. Dus ermee ga ik als stier. Dan kan ik met jullie spreken natuurlijk wat ik allemaal ga doen. En dat is wel leuk natuurlijk. Hè. Kijk eens wie dat we hier tegengekomen zijn en zo rappen nog aan elkaar hebben ingehaald. Ah ja, maar kon je dat dan af van doen? En geen geld afhalen. Hè. Ah ja.
ander marcheert niet dus. Nou. Zo sneller dan het licht, hè. Ja, maar dan maar. Het is verstuurd trouwens voor Miranda. En natuurlijk voor de verrassing. Voor die meneer in Nederland. Ik kan natuurlijk geen naam noemen, want dan weet hij al dat hij het krijgt. En dan is dat natuurlijk niet plezant. Zo. En dan weet je dat ik uit wat gaan. Hè. Dit moeten we hebben. Zoals hier in het zadel. Je moest ook zo een zadel hebben. Ja. Hier denk ik. Kijk hier. Dat moeten we ook hebben. Dus dat nemen we dan ook mee. Zo. En dan gaan we eens vragen of we die doos kunnen openmaken. Dus dit is mijn nieuwe aanwinst. Gekocht. En het was er nog. Dus ik ben heel blij. Dus ja, dat is helemaal goed. Ik heb gratis door je puntjes. Gratis, wat ik dan gratis kreeg. Ja, er zijn dingen afgedaan die met puntjes kosten betaald worden. Maar? Dat is geen probleem, dat kan al mogen. Ja, dat is echt, dat kan al mogen. Ja, maar ja. Hé? Dat is niet aardig. Goed toch? Dat is goed, hè. Dan heb je een goede koop gedaan, hè. Dit is hem, ze. Ik ga eens proberen met rijden. Ach, ja. Zo rij je er zo mee eigenlijk. En dan zei... Ja. Wat? Dat kon het. Ik heb 54 punten nigger dat met die dingen gratis is. Dus. Maar. Dat is goed, ja. Ze zijn wel eens niet ver graag met de kark. Allemaal nog wel een beetje bekijken van hoe marcheert allemaal zo. Dat is een aparte vlog. Maar wat het eruit ziet en hoe dat je kan plooien en zo, dat ga je sowieso nog zien. Het gaat eigenlijk wel redelijk goed, hè. Ik heb eigenlijk het gaat niet verwacht. Ik heb wel vaak een video gezien. Ik dacht dat is wel ideaal natuurlijk, hè. Daar is een brugje tegen. Een mooie brug. Allemaal takken op de grond. Moet je wel een beetje uitkijken natuurlijk. Dat we niet vallen. Amai, water in de dingen, de beek. Ik zie het. Kijk, wat goed. Een muis van te duren.
café dus ook nog door, maar we gaan langs hier. En het lukt perfect met dat karretje om hier door te geraken. Zullen de eentjes er zijn? Misschien, misschien ook niet. Is dat zeker? Wie zal het zeggen? Nou, terug een normale kleur. Ik weet niet goed of je het kan zien. Maar het zijn jonge eendjes. Die zijn mama en papa gebeurde. Daar zijn ze. Zijn. Daar zwemmen ze. Daar ongeveer. Dat is prachtig. Moeder natuurlijk daar waar ik gedaan zijn. Schoon toch. Ik heb toch eens een foto maken van moeder natuurlijk op. Ik had jullie hier gezet. Dat is heel gemakkelijk. Dus schön. Kijk, daar zijn de eend. Heel mooi. En nog eens. Die. Waar is ze? Hé jongen? Is er zo mooi afgewerkt met bloemen, alleen met planten, zoveel stokjes. Kijk naar de camera, ja. En daar is ook nog eentjes. Het is echt allemaal eentjes. Het is wel een mooie omgeving eigenlijk als je dat ziet. Veel groen. Deze vind ik wel mooi gedaan. Alleen daar in de dingen alleen de stok. Goed stok en daar kun je dus bijna niet over. Dus ik heb dat hele karretje weer moeten opheffen. Hier te graag. Kijk. Een mooie ruimte om te kunnen zwemmen voor die eentjes. Ja, zo lang was er was hier zo veel vuil in het water. En ja, dat werd ze natuurlijk ziek. Hè. Dan werden ze ziek. En dat was natuurlijk ook niet leuk. Maar nu ziet het wel van het water wel een beetje volgens dat normaal. Maar ja, dit is geen regen. Dus, maar het is ook een pomp, hè, dus het kan ook niet. Maar hè. Het is daarmee dat je zo goed zorgt voor de natuur. Dat hij niet blijft bestaan. Hè. Dus vonden jullie dit nu een leuke video? Dan zeker dat je omhoog niet abonneren.